Als herhaling, zoals jullie, gewoon een aantal van jullie weten, behandelen wij in oorsprong vier vakken. Dit is de eerste vak, het boekje Al-Arba'in en Nawawiyyah. Het tweede vak wat wij behandelden, we zijn nu alhamdulillah klaar mee, dat is het familierecht, wat te maken heeft met het huwelijk, echtscheiding, borstvoeding, alimentatie, uitgaven, wachttijden van een vrouw wanneer haar man is overleden, of wanneer ze is gescheiden, of wanneer de huwelijksovereenkomst is ontbonden. Gewoon zijn een aantal onderwerpen die wij hebben behandeld. Een derde, en hier zijn we alhamdulillah klaar mee. En betreft het derde vak, dat is het erfrecht. Dat is het erfrecht. En we hebben aangegeven dat het erfrecht een vak is yani, die niet overal yani, wordt behandeld. Om aantal redenen dat het vak is dat niet 1, 2, 3 wordt begrepen door iedereen. En als het wordt begrepen, dient er ook wel vaker herhaald te worden. Anders wordt het snel vergeten. En het heeft voornamelijk te maken met rekenen, wiskunde, formules en dergelijke. Niet iedereen is daar in thuis. En ook Sheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, zei eens een keer, of werd hem gevraagd, o Sheikh, kun je ons alsjeblieft erfrecht uitleggen? En hij zei, het heeft geen zin van jullie gaan het toch niet begrijpen. Maar alhamdulillah, we hebben een boekje gevonden van Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Dat is dit boekje, heet het Tashil al-Fara'id. De makkelijke erfrecht, letterlijk vertaald, die wij behandelen. Het belang van het erfrecht is van groot belang. En het wordt ook gezien als de helft van het kennis dat er is. Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, omdat er in overlevering staat, تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي وهو ينسى هو أول شيء ينزع من أمتي يعني leer het erfrecht en yani onderwijs het, van het is de helft van de kennis. En het is het eerste wat wordt opgeheven van mijn gemeenschap. Of een, wat ik niet heb vertaald, en het wordt snel vergeten. Daarom zei Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yani idha tahaddathtum, yani tahaddathu bil fara'id. وإذا لهوتم فله بالرمي. En wanneer jullie praat dan over het erfrecht. En wanneer jullie willen vermaken jullie dan met pijl en boog schieten. En de metgezellen, vaak als ze met elkaar waren, dan kwamen ze vaak met casussen om elkaar een beetje te toetsen. En het is werkelijk een vak die jou heel scherp houdt. En dat merk je, als jij altijd rekent. Bijvoorbeeld in een supermarkt, je gaat gelijk rekenen bijvoorbeeld. Okay, ik heb zoveel, dit kost zoveel, je het gelijk met elkaar. Als je altijd dit doet vanzelf, dan ben je altijd scherp met getallen en zo, met cijfers. En niemand kan jou bedriegen, want je bent altijd voorbereid. Je weet wat je gaat betalen. Van het erfrecht, beste broeders en luisteraars.
yani, over het belang daarvan nog. Yani, dat Allah subhanahu wa ta'ala vele aanbiddingen die Allah subhanahu wa ta'ala verplicht heeft gesteld aan zijn dienaren, yani, heeft hij overgedragen yani, aan zijn boodschappers. Waaronder onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Als het gaat om gebeden, vasten en veel andere soorten aanbiddingen. Yani heeft, als het gaat om hun regel en wetgevingen, dan zie je de meeste regel en wetgevingen terug in yani de sunnah van de profeet en yani in zijn leer. Integendeel tot het erfrecht. Het erfrecht, yani als we in percentages mogen uitdrukken, is het meer dan 90% yani is het weergeven in de Koran. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft niet overgelaten aan zijn engelen, niet aan zijn boodschappers. Hij heeft op zich genomen. En zodat er geen fouten zullen ontstaan. Zodat het yani, wordt verdeeld, het erfgeld. Zodat de erfenis wordt verdeeld, yani, zoals Allah subhanahu wa ta'ala dat wil. Beste luisteraars en aanwezigen. Het vak, het erfrecht, kunnen we in het algemeen in twee categorieën verdelen. De eerste categorie, dat heeft voornamelijk met regel en wetgevingen. En deze categorie, yani, hebben wij behandeld, uitbehandeld. En vandaag is eigenlijk de eerste dag dat wij de tweede categorie gaan behandelen. En dat is yani, dat we al die regel en wetgeving gaan toepassen. Yani met formules en dergelijke. Voilà, ala barakatillah. Dan kunnen we nu beginnen, inshallah ta'ala. Van het onderwerp die wij vandaag gaan behandelen, dat is het ta'asiel. En we gaan veel, yani, we gaan een aantal zaken op het bord zetten. Vele zaken gaan we op het bord zetten, zodat het ook beter wordt begrepen. En alhamdulillah, er zijn mensen die het ook online volgen. En ik ook hoor via dat ook mensen, of dat er mensen zijn die het echt goed kunnen volgen. Alhamdulillah. Het onderwerp dat wij gaan behandelen is het ta'asil. Wat het precies inhoudt, gaan we zo op terugkomen, inshallah ta'ala. Yani, we komen gelijk met een voorbeeld, zodat het beter wordt begrepen. Geval, jullie kunnen met een voorbeeld komen. Iemand is komen te overlijden. Hij laat yani, erfgenamen achter. Yani, als jullie een voorbeeld hebben, dan kunnen jullie dat opnoemen. Salaam fabrikat. Iemand is komen te overlijden. Stel je voor, jij komt te overlijden. Wie laat je dan achter? Vrouw en kinderen. Zoja. En kinderen. Wie zijn deze kinderen? Is het alleen maar jongens of meisjes of mix? Twee zonen, twee dochters. Twee zonen en twee dochters. Even. Bind. We gaan een tabel maken. Vanaf nu. En hier gaan we met tabellen werken. Voorheen hebben we zonder tabellen gedaan. Maar om het ook aan de luisteraars makkelijk te maken, gaan we met tabellen werken. Hoe zeg je dit? In ieder geval, er is een tabel voor de mensen thuis. Dan heb je, we beginnen aan de rechterkant.
dan heb je heel wat vakjes aan de rechterkant. We hebben nu, en de eerste rij van de tabel. Als ik het fout zeg, moet jullie het zeggen. Gewoon de eerste rij van dit tabel. Daarin bevindt zich de erfgename. Daarin bevindt zich erfgename. En de erfgename die we hebben benoemd, dat is echtgenoten. Dan het tweede vak, dat is ibn, zoon. Derde vak, andere zoon. Vervolgens dochter. En daaronder weer een andere dochter. Dat is de eerste rij. Dit is de eerste rij. En de tweede rij. Het werk in de tweede rij van dit tabel. En we beginnen aan de rechterkant. Rechterkant, nogmaals. Komen de erfdelen. Wat de erven, wat de erfgenamen krijgen. Wat krijgt de echtgenote in dit geval? Wie weet het? Er wordt niet gesproken over procent. Er worden over erfdelen, zeg maar. 1 tweede, 1 vierde, 1 achtste. De echtgenote kan of 1 vierde erven of 1 achtste. 1 vierde of 1 achtste. En ze erft 1 vierde als de echtgenoot geen kinderen heeft achtergelaten. Dus als de echtgenoot kinderen heeft achtergelaten, zoals wij hier zien, dan erft ze 1 achtste. Dan erft ze 1 achtste. Die kunnen we erbij doen als je wil. Maar erft je moeder ook? Dan erft ze ook. Ja. Zien jullie nu goed? Ja? Sorry? Nee, wat als de broers niet goed zien? De broers en zussen van de overledene? Nee, die erven in dit geval niet. Door de aanwezigheid van de kinderen. Door de aanwezigheid van de zonen. Maar je moeder erft wel. Als je moeder is dan. Ja, ja. Er wordt altijd gekeken vanuit het oogpunt van de overledene. Ja. Altijd van dat oogpunt. Nou, in de tweede rij hebben we gezegd, de echtgenote krijgt 1 achtste. Gewoon als jullie niet erg vinden, we hebben heel wat erfgenamen. We willen het ook makkelijk maken, zodat we snel door het stof heen gaan. Het gaat erom dat jullie het begrijpen. Nog een vak erbij, zodat die ook mee wordt genomen. Dus iemand komt overlijden, hij laat een echtgenote, een zoon en een dochter. En zij krijgen dan de rest. En dat doen we altijd al-baqi. Al-baqi. Maakt niet uit, ook al zijn er meerdere zoons en dochters, ook al zijn er 50 kinderen, kan, dan krijgen ze gewoon de rest. En dan moeten ze het met elkaar verdelen. En het mannelijke geslacht van de kinderen krijgt het dubbele van het vrouwelijke geslacht onder de kinderen. Dus maakt niet uit hoeveel kinderen er zijn. Goed, dit is dus het tweede rij. Oké? Het derde rij, en dit is waar we het vandaag gaan over hebben, is aslul mes'ala. Er moet hier een getal komen, en dat is bij het derde rij model, in dit tabel. We zitten nu in het derde vak, en in de veronderstelling dat we met de casus te maken hebben,
waarin echtgenoten zit. Dan komt de eerste rij in het eerste vak. Daarna een zoon. En vervolgens in het derde vak de dochter. En vervolgens de tweede rij. Dan gelijk de vak ernaast. In de tweede rij komt de erfdeel. In dit geval is het 1/8. Goed, dan hebben we alles ingevuld. De erfdelen van alle erfgenamen. Dan komen we nu bij het derde rij. Bij het derde rij hebben wij een getal nodig boven de rij. Yani boven de rij. Dus niet in de vakken. En dit noemen ze aslul mas'ala. Dit noemen ze aslul mas'ala. Dus we moeten weten wat voor getal hier moet komen. Wij dienen te weten wat voor getal hier moet komen. En daar zijn bepaalde formules voor. Daar gaan we zo over hebben. Voordat we daaraan gaan beginnen, dien je te weten dat er in oorsprong, alaykum salam wa rahmah, dat er in oorsprong zes erfdelen zijn. Zes erfdelen. En dat is makkelijk te onthouden. We beginnen met 1 tweede. 1 tweede. Wat is de helft van 1 tweede? 1 vierde. Vallen 1 vierde. Wat is de helft van 1 vierde? 1 achtste. Dus je hebt 1 tweede, 1 vierde, 1 achtste. Dan beginnen we hiernaast. Dit is de eerste rij. Dit is de eerste rij. De eerste rij bestaat uit 3. 1 tweede, 1 vierde en 1 achtste. En dat is makkelijk te onthouden. Als je 1 tweede onthoudt, dan doe je gewoon de helft daarvan en weer de helft daarvan. Gewoon 1 zesde. Beginnen we weer, de tweede rij begint met 1 zesde. Wat is het dubbele van 1 zesde? Ja, maar 1 derde. Wat is het dubbele van 1 derde? 2 derde. Nou, dit zijn de, yani, de erfdelen. De zes bekende erfdelen. Dan is dit de eerste rij? Onthoud de eerste rij. Dit moet gewoon nu in je hoofd zitten. Dit is de eerste rij. En dit is de tweede rij. Hebben jullie dit onthouden? Ja, toch? Tayyip. Tayyip. Er zijn een aantal regels die we nu gaan behandelen. En dan moet dit altijd in je hoofd zijn. Deze twee rijen. De eerste regel. Wanneer er een casus is, iemand komt overlijden en hij laat erfgenamen achter. Wanneer zo'n casus zich voordoet en er is een erfgename, een van de erfgenamen, er is maar één, of waarbij één erfgename een bepaalde erfdeel heeft. En zoals jullie weten, er zijn erfgenamen met een bepaalde en een onbepaalde erfdeel. Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor sommige erfgenamen, yani, bepaald wat ze krijgen. 1 tweede of 1 vierde of 1 zesde. In ieder geval een van die zes erfdelen. En voor sommige heeft Allah subhanahu wa ta'ala niet bepaald. Maar aan de hand, yani, van de berekeningen weten wij hoeveel ze gaan krijgen, deze erfgenamen. En als herhaling, yani, dat het niet bepaald is, houdt niet in dat ze weinig krijgen. Het kan zelfs zo zijn dat ze veel meer krijgen dan de erfgenamen met een bepaalde erfdeel. Die Allah subhanahu wa ta'ala voor hun heeft bepaald. Tayyip. Twee rijen, dat gaat om de bepaalde rijen, toch? Nee, allebei zijn bepaald. Allebei de rijen. Het is bepaald. Het is of 1 tweede, of de helft daarvan, of weer de helft daarvan. Of 1 zesde, dubbele van 1 zesde, of het dubbele van 1 derde, 2 derde. Deze zijn allemaal bepaald door Allah subhanahu wa ta'ala. En onder deze erfdeel
zijn er bepaalde erfgenamen. 1/4 zijn bepaalde erfgenamen. Want dit hebben wij heel wat les over gedaan. En mocht je het de interessante les vinden, je wil meer inzicht in, dan kan je onze broeder wezen of andere broeders. God, er is nu iemand in de opnamekamer. Dan kun je vragen. Of zijn er andere manieren? Of gewoon online? God, zijn gewoon online. Weet je voor lessen het zijn? Of niet toe? Ja. Dus bij elkaar 30 of praten we nu over 50? Boven de 50. Gewoon 50 lessen. En je moet er tijd voor nemen. Maar jonge broeders, ja, die pakt heel snel op. Kijk, voor mij breuk en dergelijke was, praten we over misschien 30 jaar geleden dat ik het heb gekregen. Behalve dan weer op de universiteit. Toen moest ik het weer terughalen. De breuken en zo. Nou. In gevallen zijn dus een aantal regels die we gaan behandelen. Om aan dit getal te komen. Aslul mes'ele. Dat komt, yani, boven de derde rij van dit tabel. Nogmaals voor de mensen thuis, hè, er is dus een tabel en er zitten heel wat vakjes. En we beginnen aan de rechterkant en we hebben nu 3 vakjes in de eerste rij. Daarin komen de erfgenamen. Als ik het goed heb, is het een rij is van rechts naar links en een kolom is van boven naar beneden. Dit nog een keer? Als ik het goed heb, hè? Ja. Van rechts naar links. Dit is een rij. Ja, en van boven naar beneden is een kolom. Dit is een kolom, oké. Dus kolom. Ik weet niet of het nog zeg maar wat uitmaakt. Ja. Achteraf kan ik het online plaatsen. Oké, inshallah. Zal ik gewoon kolommen zeggen? De eerste kolom, we beginnen aan de rechterkant. Van de rechterkant van dit tabel. Van in de eerste kolom. En je moet zo'n Excel sheet zeg maar, voor je zien nu. En dan heb je aan de rechterkant beginnen we. Gewoon de eerste kolom, daarin bevinden zich de erfgenamen. In de tweede kolom van rechts nogmaals. Komen de erfdelen. Zoals in dit geval. Echtgenoten krijgt 1/8. En de derde kolom. Yani, voordat we dat kunnen invullen, doen we boven de derde kolom. Boven de derde kolom doen we een getal. Met dat getal kunnen we precies uitrekenen wat de erfgenamen krijgen. En dit getal boven de derde kolom noemen we aslul mes'ala. En dit was een inleiding om met die regels te kunnen beginnen. Anders yani, wordt het moeilijk te begrijpen. De eerste regel. Wanneer er een casus zich voordoet met een erfgename met een erfgename die een bepaalde erfdeel is. Dus wanneer er een casus zich voordoet met 1 erfgename die een bepaalde erfdeel heeft. In de veronderstelling dat dit het geval is bijvoorbeeld. Er is maar 1 erfgename met een bepaalde erfdeel. Dat is wie? De echtgenote, Zoja. Dan gebruiken we de noemer. Dan
gebruiken we de noemer als aslul mas'ala. Dus hier komt dan 8. Oké? Is het tot zover duidelijk? Tayyip. Als dat duidelijk is, dan kijken we 1/8 van 8. Hoeveel krijgen dus de echtgenoten? 1/8, hoeveel? 1. Geval 1. Hoeveel blijven er? Dit is, wat hebben we gezegd? Al-Baqi, toch? De rest. De kinderen krijgen de rest. En zij moeten het weer verdelen. Hoeveel is er nog over? 7. Ja, 7/8, maar we doen hier nu hele getallen erin. 7. En deze 7 moeten ze dan met elkaar verdelen. Hoe we dit precies gaan doen, deze 7, hoe we dit gaan verdelen onder de kinderen, God, dat is een ander onderwerp. Maar van de weetje van 7 krijgen de kinderen die ze met elkaar moeten verdelen. Later komt nog een vierde vak, maar we zijn nu bezig met het derde vak. Nu is het belangrijk te weten hoe we aan deze aslul mas'ala komen. In deze casus is het duidelijk. Krijgt hij? Kijken we naar hoeveel erfgenamen wie de erfgenamen zijn? Nou, het is duidelijk wie de erfgenamen zijn. Er is maar 1 erfgename met een bepaalde erfdeel. Dat houdt in dat we zijn noemer moeten gebruiken. En dat is dan 8 in dit geval. En dan kijken we dus naar deze breuk. 1/8 van 8. Dat is 1. Dan weten we. Er zijn geen andere erfgenamen aan een bepaald erfdeel. Dat dus de rest. Dat is 7. Dat gaat naar de kinderen. En 7 plus 1 is hoeveel? 8. Dit is wel raadzaam om het altijd te doen. Om dit altijd bij elkaar op te tellen. Dan stel je voor dat er 6, 7 erfgenamen zijn. Dan moet je het altijd met elkaar optellen. En kijken of het overeenkomt met de... Hoe noemen ze dat? Hoe noemen ze dit? Aslul mas'ala. Tayyip. Goed, dit is de eerste regel. De tweede regel. Wanneer er erfgenamen zich voordoen in een casus en er zijn 2 of meerdere erfgenamen met een bepaalde erfdeel van 1 van de 2 rijen, dan gebruiken wij de hoogste noemer. Wie heeft het begrepen? Ja, dan gebruiken we? Nee, met 1/8. Dan gebruiken we de noemer van 1/8. Dus als er een casus zich voordoet met meerdere erfgenamen met een bepaalde erfdeel van de eerste of de tweede rij, dan gebruiken we de hoogste noemer. Dan gebruiken we de hoogste noemer. Maar het moet alleen maar zijn in 1 van de 2 rijen. Dus er mag geen mix zijn. Het is of de erfgenamen bevinden zich dan of in deze rij, de eerste rij, of in de tweede rij. Dus of in de rij van 1 tweede en dan de helft en de helft daarvan. Of de erfgenamen bevinden zich in de tweede rij van 1 zesde en het dubbele daarvan en weer het dubbele daarvan. Als het niet duidelijk is, het is niet duidelijk, van u krijgt zometeen een toets. Deze methode is van deze tijd. Als je de erfrecht gaat bestuderen van geleerden van vroeger,
En dan ga je er helemaal niks van begrijpen. Dit is alleen maar... dit manier is gedaan om het heel simpel en makkelijk te maken. Oorspronkelijk gebruiken ze hele andere formules. Ja, niet, alleen maar om deze tweede formule te kennen bijvoorbeeld, moet je een bladzijde leren om het goed te kunnen begrijpen. Maar nu hebben ze het zo gedaan dat je alleen maar een bepaalde formules moet kennen. Dus er zijn... dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft dit bepaald. Dat betreft de erfgenaam met een bepaalde erfdeel. Ja, sommigen hebben een bepaalde en sommigen hebben een onbepaalde erfdeel. Voor deze erfgenamen, er zijn erfgenamen onder deze 1 tweede en onder deze 1 vierde en onder deze 1 achtste. Dat hebben we allang al behandeld. Er zijn dus 6 en deze 6 erfgenamen of erfdelen hebben wij dus in 2 rijen verdeeld. En hebben het ook makkelijk gemaakt. Dus 1 tweede, de helft daarvan is 1 vierde en de helft daarvan is 1 achtste. Dan weer 1 zesde, dubbel daarvan is 1 derde. Dubbel daarvan is 2 derde. Nou dan, als je dit onthoudt altijd, van dit is de eerste rij en dit is de tweede rij. En hieruit zijn formules ontstaan. Om het heel makkelijk te maken. De eerste van, kijk gewoon naar de hoogste noemer. Als er 1 erfgenaam is, een bepaald erfdeel. Kijk naar de hoogste noemer, net als in dit geval. Nou, de tweede formule gaan we nu behandelen van als er meerdere erfgenamen zijn met een bepaald erfdeel in de eerste rij of in de tweede rij, gebruik dan de hoogste noemer. Dus bijvoorbeeld, wie kan de helft erven bijvoorbeeld? De echtgenoot. De echtgenoot, de zoon. Wie kan bijvoorbeeld... een beter ander voorbeeld. Wie kan nog meer 1 tweede erven? De zoon. Zoon heeft geen bepaald erfdeel. De opa? De opa die heeft ook geen bepaald erfdeel. Behalve 1 zesde. Wie kan de helft erven? Of 1 tweede krijgen als erfdeel? Bijvoorbeeld och shakika, bijvoorbeeld een dochter. Nou, ik doe bijvoorbeeld een dochter, Bint. Wie kan 1 vierde erven? Vrouw. Wie? Een vrouw. Vrouw. Wanneer? Als er geen kinderen zijn. Taille. Dus als er een casus zich voordoet, iemand komt te overlijden, en hij laat een echtgenote achter en een dochter achter, dan weten we van, oké, dus deze komen in de eerste rij, hun erfdeel. Wat doen we dan? Dan gebruiken we dit als aslul mes'ala. 4 is de hoogste noemer. Dan zouden we hier dus 4 moeten zetten. Of als dit in kolom zijn, dit is de derde rij, dan gebruiken we 4. Dit is dan de aslul mes'ala. En als er andere erfgenamen zijn en ze komen hier terecht, alleen maar hier, hè, in de tweede rij bijvoorbeeld, dan weten we van oké, dan moeten we kijken naar de hoogste noemer. Dat is dan in dit geval 6. Duidelijk of... Het is heel ingewikkeld als een overledene dochter heeft, dan erft de vrouw niet een vierde. Een vrouw erft alleen een vierde als ze geen kinderen hebben. We praten nu in principe niet over erfdelen. Ja, niet over wie de erfgenamen zijn en hoeveel ze erven. We praten slechts over hoe komen wij aan deze aslul mes'ala. Wat hun erfdeel precies is. En hoe en waarom wel, waarom nu veel meer. En dat hebben wij allang al behandeld, zeg maar. En we kunnen wel een beetje... Nee, daar heb je gelijk in.
ging nog wat anders. Dus, inderdaad, omdat er een dochter is, de man heeft een dochter achtergelaten. Dat houdt in dat de echtgenote, hoeft niet de moeder te zijn trouwens. Hè? Ja, de echtgenote is de dat, van het kind. Ja. Nee, hoeft niet de moeder te zijn van de tweede echtgenote. Ja, precies. Het kan zijn dat dat de moeder al is overleden en dat is hertrouwd. Dus hier inderdaad, zoja. Omdat de overledene een dochter heeft afgelaten, krijgt de echtgenote 1/8. En dan is dat de hoogste noemer. Dan ga je ze uit van 8. Dan ga je uit in dit geval, omdat de casus alleen maar bestaat uit dochter en echtgenote, dan ga je uit van dit noemer, dan is het 8e. Goed, de tweede formule is voor jou duidelijk. Ja, toch? Voor jou ook nu, of moet ik, geval als het niet begrepen wordt, gewoon zeg. Maar scherp van je. Tabarakallah. God, dit is dus de tweede formule. De derde formule. En als we klaar zijn, er zijn ongeveer 4 regels. Als we klaar zijn, dan komen we met voorbeelden of sommen. Dan ga ik jullie vragen. Dan kijken of jullie het goed hebben begrepen. Vraag, wat is zeg maar het doel van die derde rij? Waarom moet het gewoon groot doel staan? Nou, het doel is om aan dit getal te komen, Asrul Mes'ala, is om de hoogte van een erfdeel te kennen. Dan op een manier, en echt met een rekenmachine. En dat je precies, of zonder rekenmachine misschien doen we dit. En dat je precies weet, stel je voor 1/8, 1/6, 1/2, 1/4, gewoon heel veel erfgenamen. En er is een groot bedrag. Of er is een gebouw. Yani, hoe ga je dat precies berekenen? Yani, tot de centen. En daarom hebben we dit getal nodig. Asrul Mes'ala. En dan kunnen we op een gegeven moment. Er komt nog een 4e rij. Er kan ook nog 5e rij komen enzovoorts. Gewoon, daarom is het heel belangrijk om Asrul Mes'ala. Om achter de Asrul Mes'ala te komen. Zodat we precies weten wat hun erfdeel is. In ieder geval, hoe dat precies gedaan wordt, dat komt nog inshallah te halen. We zijn dus nu gekomen bij het derde formule. Het derde formule, dat is wanneer er erfgenamen zijn met een bepaalde erfdeel. En de erfgenamen met een bepaalde erfdeel, dus en deze erfgenamen zijn een mix tussen de eerste en de tweede rij. Zijn een mix tussen de eerste en de tweede rij. Bijvoorbeeld, wie kan 1/6 erven? Wie? Een moeder. Om. Wie kan bijvoorbeeld 1/3 erven? Ja, van moederskant. Dat noemen we ouled of ach. Ocht. Jam' min al-ikhwa li-um. Wanneer er 2 of meerdere broers en zussen zijn van moederskant. Dus als er 2 of meerdere broers en zussen zijn van moederskant, die kunnen gezamenlijk 1/3 erf. En 2/3? Als er meerdere dochters zijn. Wanneer er 2 dochters zijn of meer, kunnen ze 2/3 erf. Tayyip. Wanneer er een casus zich voordoet,
bijvoorbeeld, bevindt zich bijvoorbeeld een dochter en echtgenote, zoja, en een moeder bijvoorbeeld. Wat dienen wij dan te doen? Dus er zijn drie erfgenamen bijvoorbeeld. Bint, dochter, zoja, echtgenote en een moeder. Dus we zien dat de erfgenamen een mix zijn van de, zowel de eerste en de tweede rij. Wat doen we dan? Dan kijken we bijvoorbeeld in dit wat heeft de kleinste noemer van de eerste rij? 1/2. Dan gebruiken we dit noemer en dan doen we keer 3. Dus dan doen we de noemer, de laagste noemer van de eerste rij, keer hoeveel? Dat is hoeveel? 6. Dat is dan 6. Dit is de derde formule. Het gaat altijd voor de eerste rij, toch? Dit is... dus we kijken altijd naar de eerste rij. Dus als er een mix is tussen de eerste en tweede rij, dan kijken we naar de eerste rij. En de laagste noemer delen wij maal 3. Doen wij maal 3. En de uitkomst daarvan wordt gebruikt als aslul mes'ala. Nee, de 3 is gewoon een formule. Het heeft niks te maken met de erfdelen. Altijd gewoon 4-3. Nee. Vroeger moesten wij gewoon echt leren van... Als deze erfgenaam wordt ook bij naam genoemd. Als er Kaas zegt bijvoorbeeld met deze erfgenaam die en die en die... Dan is de noemer dit. Alle casussen moest je gewoon uit je hoofd gaan leren. Pas in onze tijd zijn ze met deze formules gekomen. Dus het is echt veel makkelijker gemaakt dan als wij al die erfgenamen, elke casus, uit onze hoofd moesten leren. Goed, dit is de derde formule. De vierde formule. Stel je eens voor dat er een casus zich voordoet waarin geen erfgenamen zijn die een bepaalde erfdeel hebben. Wat doe je dan? Wat dien je dan te doen? En dan zijn deze formules niet van toepassing. Dan is bijvoorbeeld de eerste en tweede rij niet van toepassing. Bijvoorbeeld, dan kijken wij gewoon naar de aantal koppen. Bijvoorbeeld, iemand komt te overlijden en hij laat 6 zonen achter. De aslul mes'ala is dan het getal 6. Iemand komt te overlijden, hij laat 2 dochters achter. Wat is dan de aslul mes'ala? 2. En als iemand komt te overlijden, hij laat 2 zonen achter en 2 dochters. Wat is dan de aslul mes'ala? Wat? En de aslul mes'ala, wat is dan aslul mes'ala? 4. Nee. Als er een mix is tussen het mannelijke en vrouwelijke geslacht, dan krijgen het mannelijke geslacht, telt dan voor 2 koppen. In dit geval is het dus 6. Dus 2 zonen zijn met z'n tweeën, doe je maal 2. Dus 4. De dochters tellen voor 1. Beide dochters tellen voor 1. Dus bij elkaar 2. 2 plus 4 is 6. 6 is dan de aslu. Een aslu mes elle. Nee. Is dat omdat in dit geval je geen bepaalde... Oh, ja, precies. Omdat er geen erfgenamen zijn met een bepaalde erfdeel. Wat staat daar? Bint 1 tweede. Is dat een bepaalde erfgenaam? Het zijn allemaal bepaalde erfgenamen. Allemaal.
Maar je vraagt het omdat? Ik denk dat het bindt zeg maar een bepaalde erfgenaam. Kan, maar niet altijd. Sommige erfgenamen kunnen namelijk een bepaald erfdeel krijgen, maar soms ook onbepaald, hangt af van de situatie. Als er één dochter is bijvoorbeeld, of twee dochters, dan is het voor hun bepaald. 1/2 of 2/3 die ze met elkaar moeten delen. Of er nou twee of meerdere dochters zijn. Maar als er een zoon is erbij, ook al zijn er 8 dochters, door die ene zoon, dan krijgt niemand van de kinderen een bepaalde erfdeel. Dan krijgen ze onbepaald. Dan krijgt dus de zoon in dit geval het dubbele van wat een meisje krijgt. Zijn er nog vragen? Dan krijgen jullie zo de sommen, inshallah ta'ala. Zijn jullie klaar voor, jongens? Sorry, ik kan dit weghalen. Hè? Is het te lezen? 1/2. Dit is al-baqi, de rest. Is het te lezen? Ja. Tayyib, jongens, zijn jullie ready? De eerste vraag, zoals jullie zien, zijn er ongeveer 10 vragen. Voor de eerste casus. Er is een erfgename, we zitten nu in de tweede kolom. En de eerste erfgename heeft 1/2. En de tweede erfgename heeft de rest, al-baqi. Wat is dan de aslul mes'ala? Wie weet het? 2. Je zegt 2. Wie zegt iets anders? 2. Klopt. 2. De helft van 2? 1. En de rest is? 1. Okay. 5. Iemand komt overlijden. Hè? En deze eerste erfgenaam krijgt de helft. De tweede erfgenaam krijgt 1/8. En de derde erfgenaam krijgt de rest, al-baqi. Wat is dan de aslul mes'ala? Zijn jullie het mee eens? 8. Wat is de helft van 8? Hoeveel? Wat is 1/8 van 8? Wat is de rest? 3. Tayyib. De derde casus. De eerste erfgename krijgt de helft, de tweede krijgt 1/6 en de derde krijgt al-baqi. Wat is dan de aslul mes'ala? Zijn jullie mee eens, jongens? Ja. Huh? 3 keer 2. Ik kan met 2 verschillende kolommen eens kunnen. Ja, 3 keer 2. Oké, jij hebt gek naar de ja, grootste noemer. Oké, okay. Ja, maar dit is een mix. Dat zit je ook goed. Dan zit je, alhamdulillah, goed. Maar dit is cruciaal om te weten. Want soms ben je met één som kwartiertje bezig. En stel je voor dat je in het begin fout maakt. En dan de rest van de som verkeerd maakt. Dan ben je de pineut. En sommigen zijn niet zijn genadeloos om geleraar. Gewoon 1/2 van 6? 3. Wat is 1/6 van 6? En de rest is? 2. Tayyib. Wat is de aslul mes'ala in dit geval? 3. Mee eens? Was 2/3 van 3? De rest is? 1. Wat is de noemer? Wat is de aslul mes'ala van dit? 4. De helft van 4. De rest. Tayyib, was aslul mes'ala van de derde casus. De eerste, in de eerste kolom is de eerste erfgename 1/2. Voor de mensen thuis. 1/2. Vervolgens 1/3. En de laatste is al-baqi. De rest. De eerste krijgt dus 3.
Hoeveel? De eerste erfgenaam krijgt de andere casus. De eerste erfgenaam krijgt 1/8 en de tweede erfgenaam krijgt de rest. Was dan de asl mis'ala? Dus de eerste erfgenaam krijgt dan 1 en de rest is 7. Een andere casus, iemand, de eerste erfgenaam heeft 1/6, de tweede erfgenaam heeft 1/3. En de derde erfgename heeft de rest. Wat is de aslul mes'ala? Waarom? De hoogste noemer. En zit in dezelfde rij. 1/6, 1/3. Wat is 1/6 van 6? 1/3 van 6? 2. De rest? 3. En in oorsprong dienen we dit ook te tellen. 3 plus 2 is 5. 5 plus 1 is 6. Iemand komt te overlijden. En de eerste erfgename krijgt 1/4. De tweede erfgename 1/3. En de derde erfgename krijgt de rest. Wat is de aslul mes'ala? 9. 9. 9? Zijn je eens of 9? De asloed mesele is 12. We kijken dus naar de eerste. Het is een mix dus van de eerste en de tweede rij. 1/4 is van de eerste rij. 1/3 is van de tweede rij. Dan is dit zeg maar, de laagste van de eerste rij. 1/4. Of de noemer is de enigste. Dus 4 keer 3 is 12. 1/4 van 12 is 3. 1/3 van 12. De rest is 5. Taip. Iemand komt overlijden. En de eerste erfgename krijgt de helft, 1/2. De tweede erfgenaam krijgt 2/3. Wat is de aslu mes'ala? Mee eens jongens? Als 1/2 van 6? 2/3 van 6? 2/3 van 6? Klopt het ja of nee? Klopt wel. In geval, dit gaan we nog later behandelen, inshallah ta'ala. Hier is dan sprake van al-aul. Yani, we hadden gezegd dat je altijd moest tellen of wat het bij elkaar is. We tellen nu, we zien dat aslul mes'ala 6 is. Maar als wij kijken naar de erf, uiteindelijke erfdeel dat ze krijgen. En bij elkaar tellen, 3 plus 4, dat is 7. Dan zeggen wij, yani, alat il mes'ala. Dat is sprake van al-aul. Want we weten dat bij sommige getallen van asl mes'ala, yani, kunnen overschreden kunnen worden. Dat weten we, maar dat gaan we nog behandelen. Dus dan doen we dit. Dan schuin een streepje. In ieder geval, dit is hoe ik het doe. In ieder geval, als je maar het getal 7 neerzet en weet dat dit de uitgangspunt is. 7. Want we kunnen nog verdere berekeningen maken. Dan praten we over andere casus. Iemand komt te overlijden. En er zijn 3 erfgenamen. De eerste erfgenaam krijgt 1/4. De tweede erfgenaam krijgt 1/6. En de laatste erfgenaam krijgt de rest. Wat is de aslul mes'ala? Mee eens jongens? Was 1/4 van 12? 1/6 van 12? De rest?
Hoeveel? Of 8. Tijf, en dan hebben we nog 2 casussen, inshallah ta'ala. Tijf, iemand komt te overlijden. Er zijn 3 erfgenamen. De eerste erfgenaam krijgt 1/4. De tweede erfgenaam krijgt 2/3. En de laatste krijgt de rest. Wat is de aslul mas'ala? Hoezo? Je praat hier over deze casus. 12. 1/4 van 12. Hoeveel? 2/3 van 12. De rest? Hoeveel? De laatste casus, iemand komt overrijden. Er zijn 3 erfgenamen. De eerste 1/8, de tweede 2/3. De derde krijgt de rest. Wat is de aslul mas'ala? Ben je eens, jongens? 1/8 van 24. 3, 2/3 van 24. 8. Ja, de antwoord is gegeven. Ben je eens? Ja. En de rest is? 5. Er is nog 1 casus, inshallah ta'ala. Iemand komt overlijden. Hij laat 4 zonen achter. En 1 dochter. Wat is de aslul mas'ala? Klopt dat, jongens? Ja, klopt het? Wat krijgt ieder zoon? 2. En de dochter krijgt? 1. Ja, jullie zijn geslaagd, jongens. Zijn er nog vragen?